Yo beste kijkers van de Cold Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag weer eens een keer de prison en vandaag gaan we lekker weer minen. Vandaag zitten we even kijken welke zaad ook is. Wij zaten vandaag in de old school variant van de prison en dat betekent dus weer lekker minen. En dit keer gaan we gewoon even een paar afleveringen in deze prison doen. Waarom? Ik kan dan eindelijk een beginnetje gaan maken natuurlijk aan mijn huisje. En dat wilt iedereen. Even kijken, de tutorialboek die hebben we op dit moment heel even niet nodig. Wat ik wel nodig heb is een volop steen. Dus voordat ik naar boven ga wil ik eerst een volop steentjes hebben. Dat betekent dat we heel veel stenen gaan minen en natuurlijk kool. Ik weet niet wat het meeste oplevert. Ik weet wel dat deze mijn onderhand bijna leeg is. En ik zie ook dat we zo meteen een droppad gaan krijgen. Dat is ook wel nice. Dus ik ben allemaal wel een klein beetje benieuwd. Eens even kijken. Hier de grond wegschrapen eigenlijk. Zo. Ik ga mijn blokjes verkopen. Even kijken. Cel en cel. Oeh. Wat hebben we nu dan? Level up of zo? Ik weet het ook niet. Het zag er tenminste wel goed uit wat ik had. Ik weet niet precies wat ik had, maar dat maakt niks uit. Even kijken. En ik hoop dat ik vandaag de eerste basis aan blokjes al zou kunnen gaan kopen. Ik ben benieuwd. Ik ben er bang voor niet, want daar hebben we waarschijnlijk veel meer spullen voor nodig. Hier had ik even een klein beetje last van lag of zo, maar dat maakt niks uit. Want we gaan gewoon lekker hakken. Want dat hebben we nodig. Spulletjes, spulletjes, spulletjes. Dan kunnen we daar ook weer dingetjes gaan verkopen. Zo. Even kijken. Upsakadee. Hoeveel zit onze inventory? Ah, dat zit er niet vol. We kunnen nog even. Oh. Nou, daar had ik niet omlaag moeten vallen. Ik heb van iemand allemaal pissens en zo. Eens even kijken. Zo. Voilà. Bottle of enchanting. Wat moet ik daarmee dan? I don't know. Lava kan ik kopen. Hier kan ik een stiek kopen. Heb ik allemaal niet nodig. Waar kan ik deze spullen verkopen? Kan ik die als ik slash sell of zo doe verkopen? Slash sell hand. Wat moet ik dan met al deze dingen? Dat vraag ik me echt af. Eens even kijken. Nou weet je, ik stop ze wel hier zo in. En wat heb ik aan twee tutorials books? I don't know. Wat ik wel even weet is dat ik eigenlijk heel graag wil dat dit ding gaat herstarten. En even kijken. Wat gaan we hier nu verder doen? Hier kunnen we er heel weinig nog maar uithalen. Dus ik ga heel even kijken of er nog ergens een andere mine is. En misschien kan ik ook wel slash rank up, wie weet. Slash rank up. Rank up. Rank, oh. Nu kom je maar hoger. Oké, okay, en nu. Wat gaan we doen als vervolgd? Waarom staat het ding open? Ja, daar zitten inderdaad mijn spulletjes in, ja. Die hebben we niet nodig. Ja, wat ik hiermee kan, I don't know. Ik... ik kan hem erin zetten. Ja, maar dat heeft allemaal geen nut. Oh, wacht. Dit is voor levels natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk wel handig. Want op het moment dat ik dit doe... dan kan ik zo meteen lekker gaan levelen. Upsakadee. Dit is nummer 1. Dankjewel, jongens. En dan ben ik eigenlijk een flink hoog level. En dan gaan we daar eens even wat spulletjes enchanten. Mensen, als het ook echt werkt. Even kijken hoor. Nou, doe deze er ook gewoon bij. Zo. En dan doen we de volgende. Kijk, die kan makkelijk zo. Hopsakadee. Nog 9 te gaan. En klaar. Oké, okay, we gaan eens even kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Want deze mijn die is onderhand bijna leeg. Ik heb hier volgens mij geen herstartbutton of zo.
Dat is wel heel erg lastig, want als ik nu een herstartbutton had, dan kon ik even alles herstarten. Dit is namelijk echt niks zo eigenlijk. Ah! Nice! We kunnen weer er volop tegenaan. En dan gaan we weer eens even volop volmaken de inventory. Gaan we weer spulletjes verkopen. Hop, sakare. Het gaat zo lekker snel. Daarom wou ik ook heel graag dat ik weer een nieuw begin kon maken. Het gaat allemaal 10 keer zo snel, zoals jullie kunnen zien. Het heeft voornamelijk te maken omdat alle blokjes weer lekker tegen elkaar aanstaan. Dus dat is wel lekker makkelijk. Even kijken. Ah, we... Holy... U? Oh, oh, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ik krijg hele dure blokjes in één keer in mijn hand. Oh, ho, 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 ho. Wat zijn we hier aan doen, jongens? Holy damn. Ja, neem mijn boek ook maar mee. Oké. Okay. Net weet ik ook niet wat hier allemaal aan de hand is. Het ziet er wel leuk uit. Maar nu. Slash warp. De warp. Shop. Kan ik hier ook spullen sellen? Nee, dus zo te zien niet. Ik heb natuurlijk al heel veel spullen aan waarde op dit moment. Oh, weet je, ik ga die spullen lekker even in de kist leggen. Slim idee van mij. Zo, 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 zo. Oké. Okay. En nu. Nu heb ik heel veel spullen in mijn hand, maar hoe kan ik dit spul nu verkopen? Achter stond natuurlijk in mijn tutorialboek en nu heb ik die weggedaan. Dat is heel slim van mij natuurlijk. Ik weet niet of obsidian veel geld waard is, maar we halen het gewoon even lekker weg. Oké, okay, en de drop party is klaar volgens mij. En nu. Even kijken. Ik ga even vragen hoe ik diamonds kan sellen. Kijken of iemand heel lief antwoord gaat geven. Ik weet namelijk echt niet. Help. Kan niemand me helpen? Dit is allemaal bui. Bui. Ik weet het echt niet. Boy, ik wil het cellen. Slash cell. Cell all. Mag allemaal niet. Oké, okay, dan hebben we gewoon een hele duur plot. Slash go to plot. Slash plot me. Plot me home. Hebben we die al? Plot me auto. Nou, dan gaan we dit doen. Oh, is dit mijn plot? Nou, dan gaan we hier iets heel moois bouwen. Eén, twee, drie, vier. Zo, dit wordt een hele grote toren.
Oh, damn. Ik kan hier gewoon niet vliegen. Damn it. Oh, dit gaat wel even duren voordat het klaar is. Maar we gaan hier eens even ons eerste gebouw neerzetten. Up, up, hop, hop. En als jullie nu ook in deze prison gaan komen, jullie kunnen natuurlijk ook op mijn plots komen. Waarschijnlijk dan. Ik weet niet zo hoe je mijn plots wilt gaan vinden. Het is wel heel makkelijk natuurlijk te vinden, want van de ene kant heb ik gewoon een hele grote iron toren zometeen. Dus daaraan is zometeen sowieso mijn plot te herkennen. Eens even kijken, die moet dan weg. Oh, wat ben ik goed in huisjes bouwen. En hup, 3, 2, hup, 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 hop, hop, hop. Nou, laat het hier even bij deze hoogte. Hup, hup. Ah, daar kom ik net niet bij. Zo, en dan gaan we alles stapelen. En dan gaan we zo meteen ons eerste huisje bouwen. Oh yeah. Daar heb ik al zo lang op gewacht. Want dat eerste huisje dat duurde al zo lang. Zo'n eeuwigheid heeft dat geduurd. Maar dat kwam gewoon omdat ik er nooit iets van begreep. Even kijken. Hopsakaree. En dan doen we die. Ik vraag me ook echt af waar ik net die spullen van kreeg. Het leek wel dat ik het van die ene dropparty zo kreeg die we net hadden. Ik vind het natuurlijk niet erg dat ik spulletjes heb gekregen. Want dat helpt me natuurlijk wel weer enorm mee. Oh. Tenminste, als ik dan niet val. Hopsakaree. Nou, 1, 2, hup. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Hop, shakadee. Hehe. Zo, dit gaat een hele mooie grote toren worden. Tenminste, dat hoop ik dat die mooi wordt. Ik zou het echt niet weten of die ook mooi gaat worden. Daar gaan we natuurlijk wel voor. Oh. Ik ben vandaag weer echt scheef aan het bouwen. Maar ja, we doen het er maar mee. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ik wou zeggen, blijf staan, blokjes. Oh. Ach, we hebben iron genoeg. Nu ben ik even aan het denken, is het mooi als ik nog een rondje erop maak? Of ik ga hier een obsidian laagje op doen. Dat is ook wel mooi. Dat is namelijk niet de hele tijd hetzelfde. Doe hier een obsidian laag op en dan gaan we daarna, weet ik veel, erop doen. Misschien bouwen we nog wel iets van iron erop. Wie weet, we gaan wel even kijken. Zo, deze kant op. Het gaat allemaal helemaal goed komen zo. Zo. Oké, nummer 1 staat... Gaan we er even vloer in leggen. Oh, daar breekt mijn blokjes af. En dat heeft even allemaal tijd nodig, maar het is wel leuk om te doen. En de volgende keer gaan we weer terug naar deze... Ja, naar deze ruimte, denk ik. Dan hebben we tenminste iets te doen. En deze vloer die maken we heel mooi chic van emerald blokken. Helemaal geen envel geplaatst, joh. Ik vraag me af hoe ze erbij komen dat ik een envel had geplaatst, maar ja. Nee. Go away. Oh, dat ging lekker snel. Ik moet toegeven dat deze groene vloer wel mooi overeenkomt met die iron zijkanten.
En ik heb zoveel van het spul gekregen dat ik het er wel iets mee moest. Ik wist ook helemaal niet hoe ik het moest verkopen. Dus ja, dit was mijn enige optie eigenlijk. Helaas, maar het is zo. En dan die weg. En die weg. Oké, mooi. Zo, de vloer ligt alweer bijna in. En dan gaan we daarna even verder kijken wat we allemaal gaan bouwen. De plots zijn zelf niet heel groot. Ik weet niet precies hoe groot ze zijn, maar ik vind ze enorm klein. Of ja, enorm klein. Het gaat wel. Natuurlijk, ik heb ook last van lag op dit moment. Ook niet zo heel erg chill. Maar ja, gelukkig niet geen vervelende lag. En ik zie dat we zometeen alweer een drop party krijgen. Nou, dan moet ik deze blokjes maar heel snel gaan wegzetten. Even kijken. Hop. Die weg. Mooi. Dan ga ik nu nog even die vloer erin leggen. Dan hebben we die daken alvast klaar. En dan staat het eerste gedeelte natuurlijk al van ons heel mooi huisje. En ik vraag me echt af waar die dropparties, waar die voor zijn en zo. Misschien zijn ze wel puur om... dit soort spullen te geven. Ik vind het wel dat we heel duur spullen hebben gekregen. Dus dat vind ik allemaal een beetje raar. En het liefst wou ik eigenlijk deze spullen verkopen. Dus weet iemand of ik deze spullen heel toevallig kan verkopen? Laat het dan even weten in de reactie onder deze video. En daar ben ik je heel erg dankbaar voor dan. Want dan kan ik ook even wat gaan ranken en zo. Op dit moment kan ik helemaal niks. Ik kan geen hout kopen. Kan helemaal niks. Ja, ik kan één ding. Dat is minen. En dan doen we die er nog even bij. Zo, even kijken. Deze ook wel weer gedaan. Nou, dan maken we hier zo een heel mooi, mooie deur. Hop. Hallo allemaal. Die maken we hier. Hallo allemaal. Doen we hier. Zo, welkom. En voilà. Nou, nu hebben we natuurlijk nog geen hout. We hebben echt op niks wat we kunnen gebruiken op dit moment. We hangen een beetje op dit moment vast en ik moet die spullen kunnen verkopen op een of andere manier. Ik weet alleen niet hoe. Dus weten jullie hoe ik die spulletjes kan verkopen? Laat het dan even weten in de reactie onder deze video. Ben ik je daar super dankbaar voor. Dan kan ik weer namelijk verder gaan met de prism. Wil ik voor nu jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ook echt tot de volgende keer.